is eigenlijk Cover the Night. Dus wij willen ervoor zorgen dat heel Amsterdam hierheen gaat komen. En uiteindelijk heel Amsterdam gaat bedekken met al deze posters. En dat is de hele bedoeling, zodat iedereen morgen wakker wordt en iedereen bekend is met Koni. Want heel veel mensen zijn hier nog niet bekend mee en dat is gewoon ronduit absurd. Ja. We zijn jullie in de banken. Wie Koni is? Koni is eigenlijk een van de grootste oorlogsmisdadigers van de hele wereld. Hij staat op de nummer 1 internationaal strafgerechtshof. En eigenlijk doet hier niemand iets tegen, omdat er geen belangen voor zijn. En nu zijn er dus mensen die eindelijk belang erbij hebben. En dat zijn eigenlijk met name gewoon de mensen die op social media zitten. En zo proberen we eigenlijk het woord te verspreiden en aandacht bij de regeringen te vragen hiervoor. En op deze manier proberen wij dat dus te doen. Dus eigenlijk onze hoofdorganisator is al benaderd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en door het internationaal strafgerechtshof zelf. Dus dat is eigenlijk het, we merken dat het al steeds beter gaat werken. Dus dat is heel cool. En uiteindelijk is het doel dat deze man in 2012 gewoon gepakt is. Zodat de kinderen die in Oeganda en in Congo en alle andere landen leven, zodat zij daadwerkelijk weer hun leven op kunnen gaan pakken. Hij zou gebruik hebben gemaakt van kindsoldaten en hij zou hebben gemaakt van jonge meiden als seksslaven. Hij zou kinderen hebben gedwongen om andere familieleden te vermoorden enzovoort enzovoort. The night I first met Jacob, he told me what he and other children in northern Uganda were living through. Gewoon posters in de stad ophangen om eigenlijk ervoor te zorgen dat hij een beetje bekend wordt. Om gewoon actie te voeren tegen Koni. Maar wilde plakken is verboden, dus zijn jullie niet bang? Nee. Is het verboden? Hoezo is het verboden? Nee, eigenlijk niet, want het is eigenlijk iets om goed te doen. Dus ik doe hier helemaal niks verkeerd mee. Ik laat hier alleen een stuk van mijn stem horen aan de regering. Dus ik doe hier geen kwaad mee. Ik doe geen gekke dingen af. Wat mij betreft neem je een postje mee. Ik ben niet zo lenig jongens. Ja? Ik heb lijf voor. Vind je ook wel fijn? Ja, hallo. Oh, ja. Waarom op deze manier? Het is eigenlijk een nieuwe manier om mensen daadwerkelijk tot actie te brengen. En dat noemen we slacktivisme. En zo kunnen we op een of andere manier toch een stukje van onze stem laten horen. Zonder dat we daadwerkelijk, hoe zeg je dat, in de politiek zouden moeten zitten of iets. Oh, dat zou. Ja, yeah, nice. Goed. Ik wil graag toch mijn steentje kunnen bijdragen in deze campagne dan. En ik vind het heel belangrijk dat eigenlijk, wat we heel erg zien, dat we eigenlijk alleen maar echt daadwerkelijk iets doen waar onze belangen ook daadwerkelijk liggen als westerse maatschappij. En daar ben ik het niet altijd mee eens. Dus ik wil gewoon dat mensen die niet goed doen, dat die gewoon gepakt worden. Want deze man die had al lang hier niet mogen zijn. Dus dat kan gewoon niet. Dus dat moet groter en dat moet ook vaker. Er is niet voor niets die lijst van 30 mensen.
daar moet iets mee gebeuren. Ik vind dat mensen zich meer moeten verdiepen in de geschiedenis, in de Oegandese geschiedenis, echt kijken wat er speelt en niet zomaar met de media hype meegaan.